Avenue Concordia te Rotterdam. Ik sta nu bij de Evangelische Broedergemeente Rotterdam Centrum. Diensten elke zondag vanaf 10:45. En op deze Avenue Concordia, nou ja goed, alles wat hier de klokslag slaat is Freemason Science, is One World Promised Government Without Me Being a Mom. En de rest uitgeroeid met uitzondering van zijzelf. Staat hier gewoon voor de vorm. En dan kom ik hier dus bij het pand van de Rozenkruisers. Even kijken, dit is dit. Dit is het pand van de Rozenkruisers te Rotterdam. En nou ja, deze jongens die hier het een en ander uitspoken. Ik denk dat jullie inmiddels wel weten wat. Die zorgen ervoor dat, dat ik geen mama mag zijn van mijn ex-schoonvader, die hier lid van is. En dat ik geen recht op leven heb. En dat ik onbeperkt gemarteld mag worden, erger dan in de sharia. En, nou ja. Het Rosacre, hoe heet het? De duivelskop. Bedankt jongens. Bedankt jongens dat jullie met je achterlijke vlinder en zaten daar de Phoenix. Ja, de Phoenix wil Rise iedereen om zeep te helpen. Inclusief de moeder van je kleinkinderen. Rozenkruis.nl. Ik ben ook bij de Rozenkruisers geweest in Zandpoort Zuid. Deze mensen, deze duivelskop. Nou ja, wat hier gebeurt, of hier tegenover de kerk die jullie net niet zien, dat mogen duidelijk zijn. Laan Concordia Laan 102 in Rotterdam. Ik vind het niet normaal dat kinderen geofferd worden. Ik vind het niet normaal dat mensen uitgeroeid moeten worden. Ik vind het niet normaal dat jullie met jullie grootste Saturnus, erboven staat die, offer bezig zijn. En dat je zelfs je eigen kleinkinderen van hun moeder opneemt. En daar werkelijk echt alles aan doet om mij te breken. Ik ben er nog. Jullie weten wie mij om zeep helpen. Al die tijd. Gebroeders, gezellige jongens in dit pand.